Goedenavond, bonsoir. Ik geef graag het woord aan Glenn de Boek. Dan heb ik aan Glenn de Boek. Cogus Septem. Ten eerste natuurlijk tevreden met het resultaat. En een bekerwedstrijd heen en terug. Weet je dat zo'n resultaat perspectieven biedt voor de terugwedstrijd? Had dat natuurlijk gigantisch anders kunnen zijn. Ik denk als je het niveau bekijkt van mijn ploeg de eerste helft. Ja, straks een journalist beneden was matig. Ik denk dat het gewoon catastrofaal was de eerste helft. We zijn niet eens in de 16 meter van Anderlecht geweest. Op alle vlakken, op technisch vlak, op tactisch vlak, op fysiek vlak. Is dat iets van het slechtste wat ik de laatste maanden heb gezien van Serpe Brugge. En dan denk ik dat je blij mag zijn dat, zeker als je na 3 minuten met een onnodige penalty op achterstand komt, dan kan je in een scenario terechtkomen waarin dat we de terugwedstrijd waar we dan zo voor gevochten hebben, dat die eigenlijk al overbodig had kunnen zijn. En de helft hebben we dan een aantal vervangingen doorgevoerd, hebben we ook ons niveau opgetrokken. En ja, oké, de eerste kans is dan een 1-1. En dan krijgen we nog schitterende kans op de 1-2. Maar al bij al denk ik dat Bram Verbiest ook nog 3 schitterende reddingen heeft gedaan. En dat we blij mogen zijn dat die terugwedstrijd van dinsdag, zoals ik al zei, perspectieven biedt om ons nog te kwalificeren voor de halve finale. Want normaal gezien, met een niveau dat je haalt de eerste helft, kom je tegen een zeer, wat ik toch de laatste maanden heb gezien, sterk, efficiënt en volwassen Anderlecht, kom je daar normaal nooit mee weg. Het woord aan Arjen Jacobs. Ik had het niet beter.